maar ik noem ze nog één keer op. Och, Oerland, Daria Boekvic, Steven de Jong, Suze Lienjes, Nick Stuur, Orkater, de nieuwkomers, Corso. Dames en heren, de 7 genomineerden voor de BNG Theaterprijs 2015 vormen een even getalenteerde als diverse groep theatermakers. Ze bestaan uit individuele theatermakers, performers, regisseurs en een aantal collectieven. Hybride kunstenaars die zich op eigenzinnige wijze verhouden tot de wereld dichtbij en ver weg. Middels zwingend tekstueel muziektheater, high-tech 21 eeuws poppenspel, aangrijpende persoonlijke chronieken, verfijnde camp, confronterende theatrale tentoonstelling, 32 dwingende metronomen, een vruchtbaar geslaagde ontmoeting tussen muziek en dans, wisten ze ons te overtuigen van hun noodzaak om theater te maken. Opvallend dit jaar was het grote aanbod aan interdisciplinaire projecten. Het werken met en het denken vanuit verschillende disciplines lijkt is een vanzelfsprekendheid geworden bij deze nieuwe generatie theatermakers. Deze nieuwe vormtaal communiceert met een breed publiek. Spreekt niet alleen de doorgewinterde theaterliefhebber, maar ook de niet geoefende kijker aan. De directe, vaak interactieve wijze waarop het publiek bij de voorstelling betrokken wordt, is hier mede deelend aan. Samen met het publiek in het moment werd de nieuwsgierigheid gedeeld naar onze meningen, cultuur, de vraag of we ons lichaam kunnen laten verdwijnen, hoe het is om als kind in Nederland aan te komen als je ouders hier asiel aanvragen, de fascinatie voor kunst en schoonheid, eigen kijkgedrag in een expositieruimte, verschillende vormen van performativiteit, moeilijk woord, klassieke strijd tussen lichaam en geest. Talentontwikkeling, dames en heren, krijgt terecht veel aandacht op dit moment. Maar voor de generatie makers die niet net van school afkomen of het stempel jong en veelbelovend ontgroeid zijn, is het ook essentieel dat zij zich artistiek inhouden kunnen blijven ontwikkelen. Deze prijs, dames en heren, is mede daarom zo belangrijk en waardevol. Voordat ik nu, op het moment daar, de prijs ga uitreiken en bekend ga maken wie dit jaar de BG Jonge Theatermakersprijs wint, wil ik eerst graag meneer James van Lint, voorzitter van het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeente, naar voren gaan. Hij zal de prijs uitreiken. Applaus. Mag zeker een applaus zijn, want mede dankzij deze bank, of dankzij deze bank, kunnen we ook dit jaar weer deze mooie grote prijs uitreiken. En het is een van de grootste theaterprijzen die Nederland kent. En dan is nu het moment aangebroken. Normaal zou je een volgspot krijgen, trommelgeroffel, hè? De BNG Jonge Theatermakersprijs gaat dit jaar naar een Vlaams-Nederlands collectief dat in korte tijd zich een zeer interessant idioom eigen gemaakt heeft. Het gaat om een gezelschap dat opnieuw weet te overtuigen door op een grappige, muzikale en swingende wijze ons te confronteren met ons menselijk gedrag in onze zoekende samenleving. De BNG Jonge Theatermakersprijs gaat naar Boch! Helemaal niet op gerekend. We hebben dus ook niet echt een. Oh ja, nu zie ik jullie ook allemaal niet meer. Oh ja, kom maar.
dat we niet uit willen gaan van geld, maar vanuit wat we maken en wat we net alle anderen hebben zien doen, maar dat we elkaar dan wel dus met absurd veel geld belonen. Maar ik ben echt fucking blij. We wilden eerst de prijs delen met alle andere genomineerden, maar dat mag echt niet van onze zaken blijven. Wil nog iemand wat zeggen? Ja, ik wil even alle andere makers die vanmiddag genomineerd waren. We hadden vanmiddag een hele goede middag in de balie. En zij verdienen het allemaal, want ik was fucking trots dat we daar dus in alles stonden. Dus dat is heel heeft meegenomen door het theaterwereld in het begin toen bij het huis van begon. Je ziet hem op de kop. Die zijn meegenomen naar de Wakkergroep. En nu op dit moment zijn we aan het werk bij het Zuiden Toneel. En hij heeft vanaf het allereerste begin in ons geloofd. En wij ook. Ja, bedankt allemaal. Doei!